Nee? Welk nummer, welk samen? Spankrum 965. 965. Nee. Het start- en finishschip vaart uit om ruim op tijd bij de startboeien voor anker te liggen. Want om 19:30 precies moeten de kajuitboten van start. De start is aan hoger wal en de baan moet in principe 2,5 keer gevaren worden, waardoor men ook aan de wind zal finishen. Vijf minuten voor de start begint het met het hijsen van de zeilvlag, welke aangeeft of kajuitboten of openboten van start gaan. 1 minuut later wordt de gele vlag gehezen, waarna de boten op de startlijn afkoersen. Startschip en buitenste boei vormen de denkbeeldige startlijn. Eén minuut voor de start gaat de gele vlag omlaag en om exact 19:30 wordt de cijfersvlag gestreken en dat alles onder een vrolijk getoeter. Intussen stomen de open boten op om precies 5 minuten later van start te gaan. 1, ja! Over 1 minuut start. Bij die start verdringen een aantal schepen elkaar, waardoor de daders terug moeten komen naar de startlijn. Iedereen is van start en het anker wordt gelicht om naar de finish te varen. Het startschip wordt nu finishschip. Bij de tweede passage wordt het ronden van de boeien gecontroleerd en genoteerd op het finishschip. Dan passeert het eerste schip de finishlijn. Hij is daardoor niet vanzelf de winnaar, omdat elk type boot zijn eigen handicap, oftewel SW-rating heeft. Nee, jullie hoeven geen rondje meer hoor. Jullie hebben gewonnen.
Dat is nou jammer. Als je de finishboei aan de verkeerde kant passeert, dan moet je toch terug. Dus niet, hè? Dus 2-2-1 is nog niet te vinden. Alle genoteerde tijden worden dubbel gecheckt voordat ze worden ingevoerd in een rekenprogramma. 48-54. Ja. En dan gaan we nu naar de eerste drie. Nummer 3, Jeroen Suik met de Greyhounds en Comets. Op nummer 2, John Thorne met de Zwerfster. En op nummer 1, zoals vorig seizoen ook vaak, Brien van Wijk met de Seamaster. Geheime wapen. Ja, ja. Jij maar naar de 116 moeten. Ik dacht dat het stond. Zo, Kees. Thank you.